Zo, het is vrijdag. Weekend is aangebroken. Ik zelf werk in Den Haag, dus vanuit Rotterdam is het een klein tochtje heen en weer. Dus dat is erg prettig om even je hoofd leeg te maken. Het is meer dan een dikke maand geleden dat ik de Marmot heb gereden. Allereerst wil ik iedereen bedanken voor alle leuke reacties onder de Marmot video. Het was erg leuk om die te lezen. Eerlijk toegeven heb ik na de Marmot niet veel meer gefietst. Ik had het er even helemaal mee gehad. Lekker veel tijd met mijn familie doorgebracht. Ook weer van alles in mijn mond gestopt, heel veel chips gegeten. Lekker veel biertjes ook gedronken, want dat kon ook eindelijk weer. Maar voordat het echt helemaal de verkeerde kant op zou gaan, dacht ik, misschien is het goed om wel weer even een nieuw doel te hebben. En ik moet eerlijk toegeven, er is echt wel wat leuks op mijn pad gekomen. Via mijn werk kreeg ik de mogelijkheid om me in te schrijven voor de Atlantic Coast Challenge. En dit is een fietstocht in Cornwall, in Engeland. En ja, Engeland stond al heel lang heel hoog op mijn lijstje om naartoe te gaan om te gaan fietsen. Dus ja, dit was echt een buitenkantje. En ik werd ingelood, dus ik ga met een kleine groep die kant op begin oktober om dus deze Atlantic Coast Challenge te gaan fietsen. Ik weet zelf er nog niet heel veel van af, buiten dat het dus in Cornwall is, wat echt ontzettend mooi moet zijn. Mooie ruwe kusten, pittoreske plaatjes. Maar de route zelf, daar weet ik nog niet heel veel van af. Maar vandaag kreeg ik van de organisatie de route gemaild, dus ik dacht laten we daar meteen naar gaan kijken. Nou, dit is hem, de Cornwall Cycling Challenge, a.k.a. de Atlantic Coast Challenge. 128 kilometer is het dus totaal, met ongeveer 1600 hoogtemeters. Dan hier zo ziet, ook echt in dat puntje beneden in Engeland, daar zo linksonder. Maar ja, je ziet al inderdaad aan het parcours, het is echt op en neer, op en neer, op en neer. Geen moment vlak. Ja, hier zo, dit stukje bij dat plaatje. Het zal een klein beetje lijken op het parcours van de Amstel Gold of van Vlaanderen. Weet je, je hebt ook echt stukken van hier 10% zelfs, dus dat is best wel pittig en dan mag je weer naar beneden en dan weer klimmen, dus op en af, op en af. Nou, volgens mij wordt het best wel een pittige tocht, veel op en neer, echt heel anders dus dan de Marmot. Als je nou tips hebt voor het trainen voor dit soort parcours, laat het zeker even weten in de comments beneden. Of als je zelf al in Engeland bent geweest, laat even weten hoe mooi het was of juist niet. Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Doe even een duimpje omhoog of subscribe je op het kanaal en dan zie ik je weer de volgende keer. Hoi hoi!